Maar jij kent me wel echt goed. Hoezo? Nou, gewoon expres zeggen ik ben er terwijl je er nog niet bent, zodat ik beneden gewoon al klaar sta. Ja, dat is toch top? Dat is van busy, hè? Ja. Denk ook gewoon naar hoeren en koken in je ding. Mam? Oh, is het eten. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En ik ga gelijk met de deur in huis vallen, want we gaan het eventjes anders doen. We gaan het gewoon compleet anders doen. Eerst ging ik vloggen en ik bijvoorbeeld als ik op dinsdag ging gewoon de hele dag vloggen en dan deed ik woensdag de video online. Maar ik ga dus nu proberen elke dinsdag om 6 uur en elke vrijdag om 6 uur te uploaden. En wat ik dan doe, ik ga gewoon de hele week filmen en dat ga ik dan verwerken in 2 video's. Een soort van eigenlijk een weekvlog, maar dan deel er 2. Dus we gaan dat gewoon een tijdje doen, want ik merk gewoon de hele tijd dat ik gewoon eigenlijk heel veel leuke dingen doe, heel vaak onbewust. Dus dat ik dan per ongeluk opeens iets heel erg leuks mee maak en dan heb ik op die dag toevallig mijn camera niet mee. Dus ik ga gewoon proberen elke dag te filmen en dat te verwerken in 2 video's. Dus zet het in je agenda, elke dinsdag om 6 uur en elke vrijdag om 6 uur. En dan gaan we er wat leuks van maken. Dus ja, dat wil ik eigenlijk eventjes zeggen. En ik ga mijn schoenen aantrekken, want ik ga zo richting Vianen. Want we gaan weer een keer spelen met Creators FC. Dus ik ga mijn schoenen aantrekken en dan gaan we die kant op. Dus ik heb natuurlijk wel support nodig als ik moet voetballen. Dus kijk eens even wie er is. Yo. Mr. Diego, die gaat gezellig mee. En deze keer gaat Nick even een keer rijden. Oh, ik zie hem staan. Hij staat daar. Hij staat daar. Ik weet niet bij het stoplicht. Nick zou eens komen ophalen, maar Nick die kent mij gewoon heel erg goed. Dus hij zegt ik ben er, terwijl hij er helemaal niet is. Maar dan weet hij wel dat ik op tijd ben. Kijk, daar komt hij aanrijden. Maar jij kent me wel echt goed. Hoezo? Nou, gewoon expres zeggen ik ben er terwijl je er nog niet bent, zodat ik beneden gewoon al klaar sta. Ja, dat is toch top? Ja, stop. Nou, let's go. Jongens, het shirt is er aan na een hele lange tijd. Het is wel echt een mooi lengteverschil. Ik ga het over zo'n hek en jij gaat er onder door. Laat eens je shirt zien. Kijk, normaal gesproken heb je al mijn eigen shirt, staat er gewoon vis erop. Maar Niek, nog steeds vies, 69. Ik ben busy, hè? Ja. Busy. Heb je gevraagd dat je hem mag gebruiken? Hij stinkt ook gewoon naar hoeren en koken in je ding. Net de meisje. Hij is van Leo, van busy. Oh, jongens, het gaat goed. Het gaat goed. En je hebt gescoord, hè? Ja, en toen moest je gelijk wisselen. Twee keer. En toen moest ik gelijk wisselen. Ja, en terecht. Krijg ik een live goal. Oh, we hebben Hans Klok weer. Ja, daar gaat hij. Ja, schiet erin. Boortje. Oh. Jezus. Jongen. Man. Krijg je de kans? Deze? Ik heb nog steeds pijn aan mijn rug. Maar jongens, het gaat goed. Oh. Hoeveel staat het eigenlijk? 8-0, 9-0, zoiets. Oh. 16-1. Ongelooflijk. De grootste stand ooit, boys. 16-1. En wie heeft weer de nul niet gehaald? Creators FC. Noah. Kijk dit dan. Vincent heeft geen feestenstrik diploma. Nee. Moet niet het maar doen. Nee, ik heb echt pijn aan de rug, dus ik kan gewoon niet bukken, joh. Ah. En pijn in je banden. That's what she said. Je kan ook niet druk. Ja. Fuck loser! Man. Vandaag is er blijkbaar een storm genaamd Corrie. Hoe heftig zou Corrie zijn op het balkon? We gaan het testen. Het valt nog mee hier. Het valt echt nog wel mee. Maar je voelt het wel. Maar het gaat regenen, dat is niet wel. Maar sowieso is het ook niet meer aan de kust. Nee, wel sowieso noord. Of de wind komt daar vandaan, zodat het heel veel blokkeert al. We staan nu natuurlijk wel in een soort van hok hier. Maar goed, we gaan het zo zien. Ik ga zo richting Haarlem. En misschien dat als je buiten loopt dat het dan wel heftig is. Maar ik ga richting Haarlem, want ik ga een massage nemen samen met Niek en daarna naar de film Spider-Man. Alleen ik heb nog steeds zoveel last van mijn rug, dus ik ga het eventjes los laten maken, want ik kan nauwelijks lopen. Dus ik denk het wel verstandig is dat ik dat eventjes laat doen. Hey Wim, in deze lift is wel echt een mooie spiegel, man. Maak dan eens even een story. Ja, dat gaat met de tijd. Een tijdje geleden kreeg Willem opeens 30.000 volgers erbij, dus iemand anders had op zijn account volgers gekocht en nu is zijn Instagram geblokkeerd. Ja, leuk. Maak gewoon een nieuwe aan. Misschien moet je even een nieuwe aanmaken. Ja. Maar maak even stoei, dit is een mooi beeld. Ja, leuk. Hoor je er ook op? Ga ik je taggen? Ja, ik vind het niet zo grappig. Wim gaat naar de sportschool, maar het regent, dus hij is aan het rennen. Ik heb een beetje last van Corrie vandaag. Ja, ik vind haar heel irritant. Weet je waarom het daar Corrie, waarom het storm Corrie heet? Nou? Nou, ik zag het vallen.
eerste vrouw die ooit bij het KNMI heeft gewerkt, die heette Corrie. En die leeft nog. En daar is die storm naar vernoemd. En ze vond het een eer dat de storm naar haar vernoemd was. En wat nou als er nu mensen doodgaan? Ja, dan zit Corrie niet meer zo lekker. Heb jij nou wel of niet je happy end gekregen? Nee. Niet? Ik helemaal niet, man. Ik wel. Op een gegeven moment ging ze me zo vastpakken. Ging ze met haar voet op mijn rug zo. Ja. Oh. Op een gegeven moment zat ze ook helemaal achter jou zo, met een kussen ertussen. Ah, ja, maar op een gegeven moment, het deed op een gegeven moment echt pijn, ook mijn kuiten, gap. Tfoe. Nee, ik heb echt genoten. Genoten? Ik moet zeggen, jongens, af en toe is het heerlijk om even een massage te nemen, ook als je veel sport en zo. Want ik heb het gevoel dat ik weer veel soepeler beweeg. Het is nu wel heftiger geworden, jongens, die wind. Man. Eindelijk weer eens in de bioscoop. Waar gaan we heen, Niek? Jongens, we gaan naar Spider-Man. We hebben al de delen daarvoor hebben we ook samen gekeken, dus het is extra gezellig. Ik heb deze week alle Spider-Mans opnieuw gekeken, omdat ik even in de stemming heb gekomen. Ik ook. Ik heb de afgelopen week elke Spider-Man gekeken. Ik weet niet waarom ik dat weet, ik heb het gewoon toevallig. En dan kijk ik deze en er zitten alle oude Spider-Mans erin. Alsof het zo had moeten zijn dat ik ze eerst allemaal had moeten zien. Want als je deze film kijkt en je hebt geen één Spider-Man gezien, dan heb je geen ruk van. Dus je bent best wel een beetje geïrriteerd. Nee, ik vind het gewoon bizar. Alsof ik behekst ben. Nou, jongens, we komen net uit de film Spider-Man. En Niek die vindt het vervelend dat hij dus de film niet helemaal snapte. Nou, Oké, je snapt het wel, maar het is gewoon een beetje gekkig. Ja, eigenlijk gaat alles mis in de film omdat Peter Parker te goed is voor deze wereld. Ja, je moet natuurlijk niet te veel. Ja, nee, ik deed het zo dat je niet te veel moet zeggen. Straks gaan mensen die willen nog naar de film. Ga erheen. Maar ja, je moet het is wel heen als je ze allemaal gezien hebt, anders heeft het echt geen zin. Ja, dus als jij naar de film Spider-Man wilt die nu in de bioscoop draait, dan moet je wel alles daarvoor zien. Want ik kende al heel veel gasten kende ik niet omdat ik de films daarvoor niet heb gezien. En je bent Spider-Man, je moet hem wel vangen. En ik irriteerde me op een gegeven moment helemaal kapot aan mensen die gaan praten tijdens de film. Dat is het kutste wat er is. Ja. Er zat een paar mensen achter ons die wel de hele tijd zeggen: oh nee, daar komt hij. Oh nee, maar waarom doet hij dit nou? Oh, ik kan me dan zo irriteren. Maar goed, film is afgelopen. Dus ja, was leuk. Ga er ook heen. Sinds dat Niek corona heeft gehad, kan hij niks meer ruiken. Hij ruikt gewoon helemaal niks. Maar wij hebben hier 4 sterke geuren. We hebben kruidnagel, citroen, munt en rozen. En ik ga er eentje pakken, Niek. En dan moet jij raden welke het is. Het is roos, niet rozen. Niek rozen. Niek rozen. Oké, ja? Ja. Citroen? Dit is citroen. Alleen, maar yes! dit is wel. Yes! Ik heb het gewoon goed! Yes! Maar wat ruik je? Je ruikt geen citroen toch? Je ruikt toch gewoon een. Ik ruik gewoon je eigen soort van. Mijn eigen invulling. Ja, van citroen. Want maar hier oefen jij mee. Maar ik moet wel echt proberen het te ruiken. Oké, nog één keer. Oké, nog. Oh my god, dit is mijn moeder! Oh, het is het eten. Het smaakt. Bedankt. Sorry, ik dacht dat je mijn moeder was. Oh, nee. Nou, eten is ook prima. Ja, wat zou die guy nou in godsnaam denken dat jij echt volledig hard de deur bedoelt? Man! En dat hij denkt, oh, hè? Huh? alsof je zo blij bent om je moeder te zien. Het is toch ook wel te vertellen vanavond. Nee. Wat een gekkerd. Dames en heren, jongens en meisjes, dit was de allereerste vlog waarin ik meerdere dagen in elkaar heb geëdit. Maar vond je deze video leuk? Laat een blauwduimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En ik kan het nu voor de eerste keer zeggen, maar ik zie jullie op vrijdag om 6 uur weer terug. Later!